dat je dat het meeste ziet. Ik denk dat we er alle, heel relevant voor kunnen zijn voor heel veel organisaties. Ze hebben hun, hun e-book campagnes. Mm -hmm. Ze hebben eigenlijk heel beperkte gegevens, want ja, je moet vragen wat daar relevant is voor een e-book. Is dat niet meer dan een e-mailadres, in mijn ogen en misschien een klein beetje beperkt aanvullende data. Maar als die met uw, uw, uw e-book of whitepaper vraagt, heb je hebt daar beperkte gegevens van, gestuurd je, je toe en die heeft uiteraard opt-in gegeven voor communicatie achteraf. Als een eerste mail na het toesturen van een e-book is, um, wilde misschien een gesprek plannen met één van onze solutions consultants of één van onze sales collega's, ja, dat is er... Dat, dat matcht totaal niet met die verwachting die we vrijblijvend meer weten over iets dat, waarvan, je de vraag kunt stellen, had het al gegeten moeten zijn in de eerste plaats, maar um, er zit zeker nog waarde in, dus laat ons... Uh, dat zeker niet, uh, niet, niet afschieten. Ze hebben iets gedownload en dan de eerstvolgende stap op een totaal vrijblijvend, oriënterend stuk informatie is dan een afspraak maken met een salescollega. Je voelt dan alles dat dat totaal wringt. Als we dat hier zo zeggen, dan, dan zegt iedereen ah, ja, dat is logisch, dat zou je dat zou uiteraard nooit mogen doen, maar toch doen heel veel organisaties dat. Wat dat veel zinvoller zou zijn, is bijvoorbeeld die heeft een, 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 een whitepaper gedownload rond. Ik zal ons voorbeeld pakken rond het optimaliseren van uw landingspagina's om er meer conversie uit te halen. Die zal waarschijnlijk meer gediend zijn met nog twee of drie uh, follow-ups dat daar te maken hebben. Bijvoorbeeld een checklist of een infographic of andere uh, contentstukken. Of, of andere contentstukken content, die daar heel doen. relevant voor zijn. Ja. Maar niet in afspraak met Nico. <laughs> dat is niet relevant op nee. iemand die uh, een e-book heeft gedownload. Um, maar dat wordt heel vaak wel gedaan. Of het product dat direct wordt toegestuurd, of uh, de, de, de configurator om tot een oplossing te komen. Ja, nee. Daar, daar moeten we wel echt van afstappen.